Ja, wat ik van heel veel mensen hoor hier op de markt, zo links en rechts een beetje, dat ze deze opzet hier in de Hintamstraat toch eigenlijk wel heel gezellig vinden. En dan loop ik toevallig hier tegen een kraam op met van die bordjes, hier waak ik. U kent ze allemaal wel, mensen hebben ze voor de deur hangen, vooral bij de hondenliefhebbers. En de kraam die hier staat, zijn namelijk van een familiebedrijf dat helemaal voorzien is van alle hondenartikelen. En daar gaan we eventjes mee praten. Firma Knabbel en Babbel, meneer Patings. Ja, dat klopt precies. Nou, we stonden hier in de Zetten en Bos, ik denk al 45 jaar op de mat. 45 jaar, ja. Echt familiebedrijf. Ja, dat is echt een familiebedrijf. Maar mijn broer zit hier gestaan, die is laatst overleden. Mijn zuster is hier gestaan. En ook... Hoe heet uw broer en zuster? Nou, mijn broer heet ook Patings, net als ik, hetzelfde. En mijn zuster heet Van den Broek. En ook die kinderen van hun hebben hier ook allemaal gestaan. Maar sommigen zijn door omstandigheden of worden leefd, maar de jongere kinderen die ze moesten uitscheiden vanwege gezondheidsredenen, zeg maar. Maar eigenlijk zijn we wel altijd allemaal naar de mat gekomen. Alleen van ouds heb ik het langste volgehouden tot nog toe. U staat met uw dochter, hè? Ja, onze begint hier wat al mee meer dan 25 jaar, denk ik, dat hij er al bij is. Dus, alleen zou dat ook niet kennen, maar kijk maar, zoeken hier... Een vrij grote kraam, hè? De kraam uitpakt, dus er moeten wel met tweeën zijn en soms wel eens met drieën zijn. Dus. Hoe oud bent u als ik vraag mag? Ik word 69. 69, en u staat er gewoon nog elke week? Ja, maar ik heb er plezier in, ik heb er geen hekel aan, ik werk nog graag. U hoeft eigenlijk helemaal niet meer te werken. Nee, maar ik gewoon niet thuis zitten. Het is wel zo dat ik vroeger moest ik maandags beginnen tot zaterdagavond. En zondags de boekhouding. Dus ik had eigenlijk geen vrij. En nu is het wel de druk van de ketel af. Nou ga ik gewoon nog drie dagen in de week. Dus ik heb wel iets meer vrije tijd gekregen. Maar ja, je moet ook de inkoop regelen en alles weer klaarmaken. Vrijdags ben ik de hele dag weer bezig om zaterdags weer. En stiekem maakt u toch, denk ik, dat u wel aan die 40 uur komt, hoor, in de week. Nou, nog, gemakkelijk. 40 en wel meer. Want laten we ze eerlijk wezen, in de markt wezen, daar praten we niet over een 40 uur werkweek. Het is veel langer. Nee, want ik heb er al 60, 70 gemaakt. Dan haak ik nooit gemoeite mee. Maar dat komt als je iets wat je graag doet, dan maakt het niet uit. Dan kijkt er niet naar de uren of naar de tijd. Want dan zeggen ze toch wel eens van, ja, niet de mentaliteit van 9 tot 5 of zo. Nou, maar dat kan ook niet als je voor eigen werkt. Dus, maar dat doet mij nog niks. Ik kan ook niet per uur tellen. Daar zou je niks overhouden. Nee, als ik uren tel, dan moet je een dubbel salaris hebben. Ja. Ik neem ook bij aan, zoals alle tegenwoordig allemaal twee verdieners zijn. Maar man en vrouw samenwerken, een goede baan hebt, dan zal ze ook meer hebben. Maar als de vrouw mee helpt, dat kan je niet berekenen. Dat is gewoon, anders heb je alleen te veel werk. Dus, dan... Vertel maar eens, hoe begint een dag op zaterdag? Zaterdag staat u op de mat, hoe laat staat u op? Ik ben zaterdags op 4:45. Kwart voor vijf, vijf uur op. En 6 uur zijn we hier. 6 uur? Hier, ja. Dan gaan we uitpakken. Dan gaan we tenminste kraam opbouwen. En als het goed weer is, gaat het iets vlugger. Maar als slecht weer is, met regenen, moeten we ook uitpakken. Dus, en de harde winter moeten alles vastzetten. Zeilen, touwen en noem alles maar op. 8 uur begint het, denk ik, een beetje de markt? Ja, 8 uur. Laat het 8:30 zijn. Maar je hebt mensen die komen altijd van ouds en voor de middag. Je hebt de vroege vogels. En je hebt ook mensen die komen altijd na de middag. Dus iedereen heeft zo zijn eigen indeling. Maar dan rijden we hier pas weg, s'avonds om, ja, als het een beetje goed is, 6 uur. Dat bent u thuis? Dus om 6 uur zijn we er en om 6 uur rijden we weg. Dan zijn we al 12 uur bezig geweest, alleen al op de markt. Nou, als je dan thuis bent en de auto weg hebt gezet en alles geregeld hebt, ja, het eigenlijk nooit voor 7:30 s'avonds. Dat zijn hele lange dagen. Hele lange dagen, en nog gekker geen hekel aan. Maar dat komt door de vrijheid dat je eigen baas bent. Dat is voor mij meer waard als 2 salarissen. U staat hier dan de hele dag op de mat. Ja. Er zijn waarschijnlijk heel veel vaste klanten die u hier heeft, waar u een praatje mee maakt. Ja, dat klopt. Het zijn eigenlijk allemaal vaste klanten. Alleen, ja, nou hebben we ook wel dagjes mensen die een dagje naar Zetten Bos komen. Want Zetten Bos is toch een stad die aantrekt. Dat er altijd van alles te doen is. Dan vol muziek en dan hebben we weer met die door de gracht te varen. En dan hebben we weer met die boten. Dus er komen altijd wel veel vreemde mensen hier naartoe. Hè. De Jazz in Juketown hebben nog. De Brits Club komen er 1 keer per jaar. Dus, en ik heb allemaal merken, wanneer er een evenement is, dan zijn er meerdere vreemdere mensen in de stad, zeg maar. Nou, heel veel dagjes mensen, hè, Den Bosch? Ja, ja, heel veel dagjes mensen, dat klopt. Nou, nog één vraag, hè. Stel voor u zou in een winkel moeten staan, zou dat iets voor u zijn? Dat heb ik ook gehad. Ook een dierenwinkel gehad, maar de hele dag er binnen zitten, nee, dat is niks voor mij. Nee, dat had ik, nee, dat heeft mijn dochter toen gedaan.
Maar ja, ik moet zeggen, ik ben op jonge leeftijd eigenlijk mijn vrouw al kwijtgeraakt. En dat konden we daar niet meer bij houden. En de winkel en de markt. Dus en dan kiezen we toch voor de markt. Want dat deden we vrijheid. Allerliefste. Ja, ja. Winkel zit er gebonden. Dus, nou kunnen we iedereen een praatje maken die voorbij komt als je zin hebt. Hè? Ja, maar ook. Kijk, als je, nou is hier een dagmart, maar je hebt nog veel matten. Dus morgens of smiddags. Dus dan ben je wel vroeg aanwezig. Maar je bent ook smiddags weer om 2 uur thuis. Kijk, bij de winkel moet het ook nog smiddags open zijn. Dus je zit veel meer gebonden, je kan minder doen. Nou kan je altijd nog dingen weer regelen als je smiddags thuis komt. Zeg, ik moet nog vullen of bijladen. Dan kan je dat allemaal doen. En in de winkel moet de hele dag door zijn. Dus je zit meer gebonden. Dus, en de winkel moet er ook met 2 uur zijn, ook eigenlijk. Want de mensen denken niet meer nog, als ik alleen in de winkel sta, ik moet zelfs naar het toilet moeten. Is een andere goede winkel leeg te halen. Ja, nee, dat klopt. Tijd is wel veranderd. Dus dat brengt ook de dubbele kosten mee als je nog extra personeel erbij moet hebben. Dus. Ik ga even met uw dochter praten. Die staat hier lekker de verkopen te regelen. Dat doet ze wel goed, hè? Ja, die doet het goed. Ik kan er wel aan haar overlaten. Die is echt van alle maten thuis. Dus. Heeft ze het van u geleerd? Nee, wel van ons geleerd. Ze was altijd bang als ze niet haalde. Dat had toen ik samen gedaan voor middelstand. Ja? En toen voor de dierenbranche, zoals ik ze het geleerd had, had ze 10. Dus, nou, super toch? Ze is goed gedaan. Dat ken je beter. Maar toch bang zijn als het niet goed gaat. Maar toen ik zeg, hoef niet zo bang te zijn, want je doet het goed. Nou, we gaan even met haar praten en kijken wat jullie allemaal verkopen hier. Is goed. Kom maar door. Zij bij Brigitte van Knabbel en Babbel. Jij bent? Ik ben Babbel. Ja? En mijn vader is Knabbel. Jij bent van Babbelen? Ja. Jij bent wel echt een verkoper. Ik zie jou hier wel goed die zaken runnen. Ja, maar dat moet ook. Ik heb het goed geleerd van mijn vader. Jij hebt alles van vader geleerd? Ja. Ik ga van kleins af aan al mee. Ik ken hem wel al 25 jaar zijn. Dus ja, dan is het met de paplepel ingegoten. Want op welke leeftijd stond je hier al? Hoe jong was je? Ja, ik ging van kleinste vader mee. Toen was ik op woensdagmiddag ging ik al mee. En zo gauw als ik vrij was van school, zaterdags altijd al. Dus ik kan goed al 14, 15 zijn geweest dat ik al mee ging. Ik vind het ook altijd leuk om te doen. Wat mocht je dan doen? Als 14-jarig meisje. Ja, nou kijk, ik kan natuurlijk ook wel, hij leert ook wel tellen, hè, mijn vader. Ik moest natuurlijk moest wel iets overblijven. Dus ja, ik mocht alles eigenlijk wel al doen. Wat ik een beetje kon en waar ik bij kon, dat mocht ik altijd al doen. Dus. U zit volop in de dierenproducten, accessoires. Voor mij heel onbekend, want ik heb zelf helemaal geen dieren. Nou, dan wordt tijd dat je een hond aanschaft. En dan tegen een schappelijke prijs de spullen haalt. Hè? Wat is er allemaal te krijgen voor hond? Want ik sta soms helemaal versteld als dingen die ik denk, nou, ja, wat? Ja, je hebt bordjes om te kauwen, koekjes, halsbanden, lijnen, touwknopen, piepetjes. Ja, van alles. Er is alles. Je hebt zelfs hondenpetjes. Petjes? Ja, petjes. Voor de zon of gewoon voor de... Ja, voor de zon. En in Amerika is dat echt een hype. Daar hebben ze en zonnebrillen en kleertjes. Maar ik vind een hond moet nog wel hond blijven. Het is wel heel mooi. Het is geen mooi. Pop om aan te kleden. Het is wel mooi, maar ja, ik weet niet of hij er wel zo gelukkig van wordt als je hem helemaal aan zal kleden. Maar ja, en zelfs in de zomer als het heel warm is, hebben we ook van die halsbanden met verkoeling, met ijs. Echt waar? Ja. En je hebt met lampjes, hè, voor 's avonds het uitlaten. Voor in donker, voor uit te laten, ja. Helemaal hip met ledverlichting. Wat is nou, waar komen mensen nou echt speciaal voor? Ja, we hebben natuurlijk wel onze vaste klanten, omdat we ook wel de aanbiedingsprijzen altijd wel hebben. Ja, en mensen die ook al heel lang komen, die weten ook, wordt altijd netjes geholpen, het is goed. We hebben ook altijd wel zoiets van, we staan ook altijd achter ons product. Als het niet goed is, kunnen ze ook altijd terugkomen. En dan moet ook goede service moet ook bieden. En dat is ook wel belangrijk om de klanten ook terug te laten komen. Ja, ik heb zelf het gevoel dat er steeds meer dierenwinkels verdwijnen. Ik weet niet of dat zo is, maar is het een moeilijke markt, die branche? Ja, het wordt steeds moeilijker natuurlijk, want overal is voor het alles te krijgen. Als je kijkt bij het Kruidvat, de Zeeman, de Action, die winkels, die pakken alles, die verkopen alles, die pakken alles aan en die verkopen ook de koffie en dus ook mijn dierenbenodigdheden. Alleen die kunnen nooit goed advies geven aan mensen als jij zegt van ik wil een hond aanschaffen, wat moet ik hebben? En dan ben ik ook iemand, dan zeg ik ook, je hoeft niet altijd het allerduurste te pakken, maar gewoon even wat goed is. En het hoeft niet altijd duur te zijn, maar je moet wel goed advies geven aan die mensen en dan komen ze ook bij je terug. Is het ook zo dat mensen ook massaal via webshops dingen voor hun honden gaan kopen of is dat minder? Nou ja, dat zal ook wel gebeuren. Wij hebben dat niet, omdat mijn vader natuurlijk al wat ouder is en ja, dan zou ik dat eigenlijk wel op touw moeten zetten. Dat zou nog kunnen, maar het is wel zo als mensen, hè, net zoals we hebben net ook gezien, dat mensen met een hond, dan is het ook makkelijker als ze een halsband of iets kopen. Dan kunnen gelijk passen, je weet of het goed is ja of nee. Kijk, en met een webshop is het toch, als het niet goed is, moet het weer teruggestuurd worden. Moet weer nieuwe besteld worden. Ja, dat is toch wel lastiger, vind ik dan. Zelfs als je schoenen gaat kopen, dan moet ook gelijk passen. En dan weet je gelijk dat het goed is. Wat is nou leuk aan hier op de mat staan?
ja, toch wel ook met mensen omgaan. Ja, want ik moet zeggen, ik moet vroeg op bed uit, maar het is hard werken, maar het is wel... Kijk, ja, dat zijn ze, knabbel en babbel. Ja. Dus ja, met mensen omgaan, dat is gewoon hartstikke leuk, ook met de collega's onderling. En je bouwt ook een hele, ja... Met hoeveel zijn jullie? Zijn jullie echt nou met z'n tweeën? Ja, of? Wij zijn met z'n tweeën, ja. Ja. Familiebedrijf, je hebt alles voor papa geleerd. Ja, dat klopt. En mijn moeder eigenlijk ook, maar ja, die is helaas al 15 jaar overleden. Dus die ging vroeger even met z'n drieën. En vandaar dat ik nou altijd ook mijn vader meehelp. Ik zeg al, het is gewoon heel leuk om te doen. En heb je kinderen? Nee, nee. Daar heb je tijd voor. Nee, nee. Het is natuurlijk een heel druk bestaan. En als vader eerder besluit, ik ga ermee stoppen, wat dan? Komt er dan iemand bij of is er al een opvolger in gedachten? Nee, nog niet. Want voorlopig heb ik ook gezegd, moet hij er nog maar even. Hij wil er nog niet mee uitscheiden. Nee, daar heb ik hem net al gevraagd. Nee, en hij moet ook nog maar eventjes doorgaan. Want heel vaak is het ook ten orde, de mensen, dan willen ze stoppen en dan gaan ze iets markeren. Dus het is ook geen mens om achter de geraniums te gaan zitten. Dus hij kan niet stilzitten volgens mij, hè? Nee, dus hij moet maar gewoon mee blijven gaan. Maar ja, ik denk wel dat als mijn vader het niet meer zal doen, dat ik dat toch wel voort blijf zetten. Want ja, het is gewoon heel leuk om te doen. En je hebt ook hoe vaste klanten en ja, je hebt een hele klantenkring opgebouwd. En mensen die de verhaal komen doen. Of ook als een, mensen die 10 jaar lang aan de kraam zijn geweest en de hond is overleden, dat ze dat komen vertellen. En ja. Want... Een leven zonder Matt, zou je dat kunnen voorstellen? Zou je gewoon een baan in een winkel of ergens anders? Nou, ik moet wel zeggen, ook altijd als ik vrij ben, dan moet ik toch altijd nog wel ergens naar de, als ik weet waar de mat is, dat ik dan toch wel even naar de mat moet om altijd eventjes te kijken wat er allemaal te zien is. Dus, het bloed kruipt wel wat niet aan kan. Ja. Hartstikke mooi. Mooi om te horen. We staan hier bij prachtige, wat zijn het, kalenders? Dit zijn kalenders, ja. Ik heb totaal geen verstand van honden, maar laten we eens een paar mooie zien. Nou, hier... Wat voor hond heb je zelf, Brigitte? Wij hebben zelf altijd een Rottweiler gehad, 13 jaar, maar ja, die is helaas ook overleden. Ook wegens de ouderdom. Maar daar zijn, kijk, en ze kunnen hem nu dadelijk al vanaf september kunnen ze hem gebruiken. Hij is 16 maanden en al die foto's die zitten er dan ook allemaal in. Een prachtige foto. Ja, zijn heel mooi. Ik heb ook mensen die zeggen, die kopen hem elk jaar en die knippen de mooiste eruit. En ze zeggen van, dit lijkt op mijn hond en die lijst ik in. En dan zeg ik gewoon van, dit is mijn hond. Prachtig. Dus, ja, mooi. En allemaal verschillende rassen. De Pekingese. Ja. En de Duitse herder. En wat kosten ze? 9,95. Dat is geen geld, toch? Ja. Prachtige foto's. Ja, en je hebt er een heel jaar plezier van. Dus, wat zijn de hardlopers hier? De kalenders denk ik wel, hè? Ja, sowieso. Kalenders en ook die waakbordjes. Ik weet niet of je die toevallig al gefilmd hebt. Maar die zijn, Vooraan? Ja, die zijn ook wel aardig in trek. En dat moet ook eigenlijk, want er zijn verzekeringsmaatschappijen die moeilijk doen. Er staat ook op het bordje betreden op eigen risico. Dus als er bij jou ingebroken is... En de hond zou schade aan de inbreker hebben gemaakt. Eigenlijk toch belachelijk voor woorden, hè? Belachelijk voor woorden, want ze moeten gewoon van de spullen afblijven natuurlijk. Maar ja, voor mij is dat natuurlijk wel interessant. Maar er moet dan betreden op eigen risico bij staan. Dus de waarschuwingsbord is eigenlijk verplicht? Eigenlijk min of meer verplicht, ja. Nog niet overal, maar wel voor zover ik weet hier in een bos sowieso. Oké, heel apart. En dan zie ik aan deze kant, jullie verkopen ook voer? Ja, dit zijn de koekjes. Koekjes, dus dat is niet gewoon voer. Dat is echt lekker nijtjes voor de hond. Echt een beloning als je iets goeds gedaan heeft of zo. Kijk, en daar heb ik inderdaad de brokken, maar hier heb ik, en dit zijn de wat kleinere. Daarvoor liggen de grotere, want je hebt natuurlijk kleine en grote honden. Dus we hebben alles. Ongelooflijk zeg, wat het allemaal is. Riempjes en... Ik koop het bij Knabbel en Babbel, want steun Brigitte, anders gaat ze failliet. Dus ja, Bangwacht, zeg die nog een keer. Koop het bij... Koop het bij Knabbel en Babbel, want steun Brigitte, anders gaat ze failliet. Nou, dat is mooi gezegd. Nou, ik vind dat mooi om mee af te sluiten. We gaan nog eventjes kijken naar de mooie beelden van wat je hier allemaal te bieden hebt. Ja. Heb je nog een aanbieding? Ja, we hebben altijd aanbiedingen, maar ik heb hier... Wat zullen we zeggen... Hier heb ik allemaal de zakjes trainers, 2 euro, 3 voor 5 euro, de zakken penstaafjes, dat is wel, het stinkt allemaal heel hard hier deze. Ja. Maar het is altijd voor de hond, hoe harder het stinkt, hoe liever dat ze het hebben. Je gaat er haast zelf van buiten zitten. Maar, en die zijn 9,95, volle zak van 1 kilo. Zo. Dus ja. Kom hier naartoe. Ja. Waar staan jullie normaal? Jullie staan nu ter hoogte van de Xenos, maar het is nou kermis natuurlijk. Ja, maar waar staan jullie normaal? Normaal staan we altijd zeg maar ter hoogte van de Paternoster. Oh, dat weet iedereen. Ja, gewoon op de mat voor de Paternoster. Ja, ja.
Ook weer met 4 kramen. Dus ja. Ik ga jou met rust laten, jij moet verkopen. Is prima. Succes. Nou, heel hartelijk bedankt en jullie ook succes. Nou, na een stukje wandelen in die nieuwe opstelling van de Bossenmarkt ben ik eventjes op het terrasje gaan zitten bij Café de Palm. En ik heb ook iets speciaals bij. Dat is van de firma Knol. Ik heb hem de vorige keer meegekregen. Firma Knol die doet in horloges. Die staat normaal op de Arena. In Burgemeester Loefplein. En die heeft dit meegegeven. Het is een hele mooie horloge. En die gaan we verloten. Het horloge van Zantino. Zometeen krijg je een stukje van een foto in beeld. Laat mij weten waar deze foto van is, waar die foto genomen is. En na de foto heb je nog een stukje geluid. En dan laat je mij weten wat is het geluid dat je hoort. Dus een combinatie van een foto en geluid. Ik laat beide een aantal keer zien en horen. Stuur je informatie naar 0@tv73.tv. 0@tv73.tv. En wie weet win jij deze prachtige Zantino horloge met een half jaar garantie. Kijk even mee, hier komt het beeld en het geluid. Welkom bij de zoektocht op de Bossenmarkt. De eerste foto die je gaat zien is een foto van een huis. Waar staat dit huis? Kijk goed. Waar staat dit huis? Luister, wat hoor je hier? Luister goed en stuur beide antwoorden naar 0@tv73.tv. Het is nou midden in Tammerstraat, ja, hè? Ja, ja. Ik zie u hier zo lopen, big smile, lachen. Ja, vindt u het gezellig? Ja, heel gezellig. Ja, zeker. Gezelliger als de met op de met? Ja, want daar zat allemaal verspreid. Allemaal door elkaar. Eerst was het gezellig, waren het rechte lijnen. En nu is het allemaal door elkaar. Vindt u gezelliger? Nee, de oude met. De oude. Maar nu, deze opzet, zo in de Hintammerstraat, ja, tussen de winkels? Ja, dat vind ik gezellig. Ja, dat mogen ze zo gerust houden. En wat vindt u? Ik vind het ook. Ja. En wat koopt u samen altijd op de met? Fruit. Dat laat ik aan mevrouw ook. Mevrouw bepaalt? Nee, ja, mevrouw bepaalt. Dat moet zo. Ja, en wat koopt u allemaal standaard op de met? Fruit? Fruit en kip. Kip? Ja, bij de kippolier. Gaat het echt speciaal voor naar de met? Ja, ja. En naar de HEMA, hè. Boodschappen doen. En fruit en groente. Ja. Ja. Kopen we ook natuurlijk. Hoe lang koopt u al op de met? Hoe lang komen we al op de markt? Een leven lang. Ja, al meer dan 50 jaar dus. Bent u echte Bossenaar? Wij zijn echte Bossenaar. Waar komt u vandaan ergens? Wij komen van de Grazenweg, van de Vliet. De Vliet? Ja. U komt al heel leven op de met. Ja, ja. Woensdags en zaterdag. Kent u de marktkoopmensen ook allemaal? Jawel, Mari en Jolanda. Ecos? Ja. Van groente en fruit natuurlijk. Ja, ja. En kent u ook Mieke van de Kaas? Ja, of dat we die kennen. Nou, vertel eens. Ja, nee. Dat vindt ze ja, leuk, want ze kijkt altijd, jawel. Nee, Mieke ken ik wel. Nee, goed. Mieke ken ik lang. Wel positief, hè? Jawel, dat is een leuke vrouw. Ze had heel gezellig opgetogen. Ja. Jawel, jawel. Goeie kaas. Goeie kaas? Hele goede kaas. Ja? Ja. En is er nou iets waar u speciaal voor naar de met gaat? Nee, ik ga mee met mevrouw en om te dragen, om de tasje te dragen. Ja, ik zie het al, ja. En verder, ja, gezellig op de mat. Gewoon gezellig. Ja. Natuurlijk wel. Ik ga het er niet opnemen als ik het niet uitzet. Gak. Zeggen wij, gak. Gak, je bent gak. Nou, ik wens u heel veel plezier op de mat. Op de mat. Geniet ervan. Het is de laatste keer dat hij hier nou is. Hè. Tot, ja, volgend jaar met de kermis staat hij er weer. En van de week zie ik u misschien wel weer op de echte mat. Maar houd me niet aan, hè. Dat is één keer en niet meer, hè. Oké. Okay. Dus exclusief. Voor één keer. Veel plezier, hè. Houdoe, hè, jong. Houdoe. Houdoe, hè, jong. Nou, hartstikke leuk, die mensen hier. Op de Bossenmarkt.
Ja, dit is dan weer de laatste uitzending. Volgende week gewoon weer een nieuwe met een extra lange aflevering. Dat beloof ik u. TV73 trakteert u op een extra lange uitzending van de met. Blijf kijken. Tot volgende week bij een nieuwe met.